Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Case Lock met Sandring van Gaming SB. Huh? Wat is dit? Nou, hij heeft toch wel een intro momentje. Hij zei dat hij er geen had. He do be lying. Why the fuck you're lying? Stop fucking lying. Error 404. Intro moment not found. What the frick? Godverdomme. Wat is dit nou weer dan? Nee. Heel gekke error. Wordt vooral grappig. Jij denkt niet dat ik een intro momentje heb. En dan zie je de aflevering terug en dan blijkt dat ik dus helemaal niks heb. Behalve dat ik error 404 en ik heb geen intro momentje zeg. Wow. En dat is nog funnier. Wat nog funnier is, dat heb je de Dialga wel gezien, toch? Ja, ja. Die komkommer Dialga. Die vond ik wel grappig. Die is zo leuk. Ik zag het toen op Twitter, dat vond ik zo mooi. Ik weet ook nog, toen wouden we dus gaan opnemen, ik zag hem toen op Twitter, dus ik heb toen een screenshot gemaakt van nou, we gaan opnemen. Toen moesten we voor die shiny, starter shiny hunten. Dus toen hadden we hem alsnog niet, dus toen was ik helemaal sad. Ik vond hem zo grappig, ik wou hem met je delen. Maar dat vond ik toen best sad. Hey, ah, nee. Hey, ik heb Spinda niet eens een naam gegeven, bedenk ik me net. En terecht. Nee, dat is, wow. Dat is niet waar. Wat is het meest unieke karakter in... Heb je niet iemand die iets van Confusion kan of zo? In Zoom 11? Weet ik niet. Of die iemand duizelig Occult kan maken. Occult Junior High, dat was hem. Met die ene oog. Occult Junior High, dat was hem. Ik weet niet hoe die guy heette, maar ik weet wel dat het Occult Junior High was. Dus ik weet hoe ik Spinda ga noemen. Dankjewel, Milan. Alsjeblieft. Ondanks dat Spinda geen hypnosis kan waarschijnlijk, maar dat boeit niet. Ik kan hem ook gewoon killen trouwens. Ga ik niet doen. Dat kan wel. Seedle. Ja, dat is ook weer een dark type. Doe je zie de dot? Oh ja, ik zie ook een dot. Ik zie er 5, joh. Wow. Heel crazy. Oh. Ik kan gewoon speed up a Sandring. Oh, ja. Zal ik even uitzetten? Hé, hey, de Sandstorm is weg. Dat is fijn. Alhoewel, ja, dan wordt hij niet nog meer gedamaged. Wist je dat? Dat er zoveel Spinda-soorten zijn dat je nooit dezelfde Spinda krijgt. Dat de kans heel klein is. Ja, dat heb je volgens mij al 17 keer gezegd. Ga je dan ook... Nee, die vraag heb ik al gesteld. Ik wou voor de grap zeggen, ga je dan ook met die spot doen? Ja, maar dat gaan we niet doen, dat is onzin. Occult Junior. Occult Junior doe ik wel, want hij past niet. Occult Junior, baby. Occult Junior. Hoe kwam ik er ook eigenlijk bij om Inazuma... Oh ja, omdat jij Inazuma had, hè? Daarom dacht ik, ga Inazuma Team Pokémon doen. Ik moet er nog net niet van potsen. Joh, jij bent echt zo'n hater. Weet je, het is niet eens zo heel erg. Maar jij ziet alleen het niet leuke seizoen en dan denk je, saai. Moet ik zeggen, het eerste seizoen was ook wel prima, maar het minst leuke seizoen bedoel ik. Maar ja, seizoen 2 en 3 zijn... Het is een beetje net zoals Avatar, weet je? Seizoen 1, is wel leuk. Ja, maar seizoen 1 is wel echt... In vergeleken met de seizoen 1 van Inazuma is Avatar wel heel goed, zeg maar. Dat is waar, maar...
Maar ja, als je alles gaat vergelijken met Avatar, dan is niks slechter. Dan heeft niks een betere seizoen 1. Letterlijk. Ja, kan ook kan niet echt op iets komen ook. Het is niet voor niets de beste serie ooit. Sandring. Ah! Een ninja. Een epic ninja? Yo, Koffing, die heb ik ook. Hij heeft zijn eigen paddy. Faking the outing. Oh, dat deed echt heel veel damage. Een maasje. Ik snap nu denk ik wel waarom de level cap 32 is, want al deze trainers hebben fucking laag level. Dus ze verwachten dat je niet zoveel XP krijgt, maar toch gebeurt het. Nou, als we alle trainers zouden vechten, zouden we echt dik boven de level zitten, denk ik. Ja, dat zeg ik, toch gebeurt het. Ja. Poison. Ik wil geen poison. Maar misschien kan het ook wel met Rare Candy doen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar als we die laatste gym battle, toen was ik level 24, level 25 met de meeste. Met één iemand was ik level 26. Dus als je dan gewoon... Normaal zou je dan gewoon gaan. En nu ga je eerst iedereen uplevelen. Dus dat is wel een dingetje. Dat is zeker een dingetje. Maar boeien. Boeien. Hey, shiny Swablu. Echt? Waar? Ja. Oh. Oh, jezus joh. Ik zag het bijna niet. Ik ga even swabbelen. Jij dacht, ik wil niet nog een keer vechten. Ja. Ik heb nog nooit slow-mo gebruikt, maar voor dit wil ik wel best eventjes doen. Ik ben echt klaar. Deze Swablu, hè? Die wil ik misschien wel gebruiken. Ik heb nog geen Dragon-type. En Fairy. Oh, is hij Fairy? Oh ja. Ik dacht Flying, maar hij is Fairy zeker. Weet je niet dat hij geen Flying is? Of is hij wel Dragon? Volgens mij is alleen zijn Mega Fairy. Oeh, dat zou naar zijn. Ben ik er nu bijna? Ja, je bent er. Hello, Harbour Town, where the grass is green and the girls are... Ook er is geen green grass eigenlijk daar. Nee. Ik merk. Ik heb de Swablu, lekker green. Yo, is dat niet mijn moeder? Dit is Swablu, dat is ook cool. Oh, hoezo kan ik nou niet bij de PC? Hoezo kan ik nu? Ja, dank je. Yo, ik kan weer bij de PC trouwens. Ik kan bij de PC. Ik wil even feest vieren, want ik kan weer bij de PC. Hey, got a few face, man. Kunnen bij de PC. Oh, we hebben nog meer encounters. Nou, dan moet ik hem alsnog meenemen. Ja, en we hebben in de Meteor Falls hebben we ook nog encounters. Of ik moet mijn hoogste level even. Oh, dat is oprecht helemaal niet zo'n heel dom idee. Kun je ook experience share uitzetten in deze game? Nee, hè? Dat komt niet meer. Jawel toch? In deze game kan dat volgens mij wel. Maar ik doe dat niet, maar het kan volgens mij wel. Ik kan wel heel eventjes naar het toilet, toch? Jij kan de mensen wel even vermaken. Ja. Toch? Ja, ik vermaak de mensen wel. Doe dat maar even. Hallo mensen.
Hallo sappige leerlingetjes van Justus Perkamentus. Ga ik hier context bij geven? Nee. Hoor je mij te kennen. Yo, waar kan ik... Ik kan niet naar onder. Oh, hier pas. Route 14, 114, ook goed. Allemaal fishing manage. Een sea dot, een magikarp en een gold. Oh, nee! Ze hebben hier een goldine. Maar dat is heel naar, want die kun je niet sweeten, denk ik. Ja, kan wel, maar dan moet je surfing, denk ik. Even speeding up, ink. Ik hoop dat ik deze een beetje snel krijg. Zwaarboel. Kijk. Als ik nou straks een peentje heb, hè. Van vorig intro momentje. Weten jullie dat nog? Als ik die nou in kan zetten in de volgende case. Verwacht die nooit. Maar ook weg nooit. Als ik die inzet, dan gaat hij nooit verwachten. En daarom ga ik die inzetten. Ik zou echt lachen als je niet aan binnenkomt. Dat is pas gesnapt. Nee, maar ik zou het wel echt heel ziek vinden als ik gewoon die inzet, weet je wel. Ik bedoel, hoe cool zou dat zijn als ik die inzet? Dat gaat hij echt nooit verwachten. En wat voor lang moeten we zitten trouwens? Nou ja, ik weet wel wie ik niet in ga zetten. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Dat weet ik 100% zeker. Kut, wanneer komt hij nou terug? Ik ben out of commentary, Milan komt snel terug. Nee, maar... Hij zit die stiekem de hele tijd af te luisteren wie ik er dus in ga zetten, hè. Dat zou ik zo kut vinden. Oh. Dan weet hij dat ik... Nou, ik zal zijn naam nu maar niet noemen, want hij kan elk moment terugkomen. Maar als hij weet dat ik die ga inzetten, dat verwacht hij nooit. En dan ben ik erg fucked. Ja, boeien. Oh, wacht, dat moet niet zo. Op die manier. Nee, nou. Dus we gaan maar hopen. Oh, ik bedenk me net dat hij... We hebben geen case met deze aflevering. En deze aflevering eindigt de sessie. Dus hij gaat sowieso doorkrijgen wie ik in ga zetten. Dan verwacht hij het wel dat ik hem in ga zetten. Freaking. Nog geen shiny Swablu? Hoe lang zit je er al? Echt 2 seconden. Oh, oké. Ik had het net over degene die ik in ging zetten. Oh, ja, wel shiny Swablu. Oh, nice. Ik zei het net van, ik hoop niet dat je inkomt, want dan ben ik fucked. Oh, nee, ik heb het niet gehoord, helaas. Dat vind jij niet helaas natuurlijk, maar... Gelukkig. Oh, dan ben ik daar blij mee. Volgens mij doe je weer heftig tegen mij. Nee. Nee. Wat zie je nou te lachen, hé? Ik bedenk me net dat jij fucking de aflevering terug kunt kijken. Dat kan ik zeker, ja. Dus jij gaat de aflevering terugkijken en dan weet je alsnog wie ik in ga zetten. Oeh, dat nou, we deden zonder dom, toch? We deden zonder dom. Ja, dat is niet gelukt. Dus eigenlijk verdien ik daar een cagepunt mee. Nee, zo gaan we dat niet doen. Wat balen dit. Net zoals ik denk dat het allemaal afleiding is, best... jongens en meisjes. Wat? Ik denk dat het allemaal afleiding is. Dat je gewoon nep zegt dat je Pokémon gaat worden. Dat het dan een andere Pokémon gaat worden. Oké, dat kan. Ik zit eventjes met deze Swabloos. En dat is kut. Want iedereen is slecht tegen ze. Dat is wel balen.
En de enige die oké is, nou ja, die slaapt. Ja, ik denk dat ik zwart bloed dus überhaupt ook niet ga gebruiken, want als dragon... Is het dragon flying? Hebben we dat opgezocht? Ja. Oh, oké. In ieder geval zwaar bloed. Maar volgens mij is Mega Altaria... hoe heet het ver? Dat zal wel. Ja, wat lame. Wat een bullshit. Dat kan ik. Ja, maar als ik deze verlies... Nee, ik moet wel een backup hebben voor Tornado. Oké, ze missen wel allemaal. Ik ga even speedrun in. Want... Hoe lang kan deze man slapen, echt waar? Dan toe lang. Ik heb nog nooit iemand zo lang zien slapen. Is het Nando? Fucking... Nando is een slaapkoping. Hé, ik moet tegen jou Sixer doen. Hm? Hij heet Steve. Oh, zo. Wake now up, Hink. Before you go, go. Ja, hij gaat wel go, Hink. Ik ga denk oprecht gewoon... Wake up, before you go, go. Deze is neutral. Of niet? Ah, dat kan ik proberen. Maar ja, die gaan ze ook zingen. Ik heb hier helemaal geen zing in. Ah, zie wat u dit daar? Ja, ik hoor het. Super grappig. Dat weet ik ook vaak. Dat valt eigenlijk wel tegen. Dat zijn leugens, ja. Ja, dat zijn Ik vind het allemaal leuk hoor, dat je meedoet aan deze serie, maar we doen hier niet aan liegen. Nou, verbloem je het iedereen. Earth Power niet. Maar Earth Power werkt niet, want het is een Line Diamond. Dit was dus de reden waarom ik hem niet inzette. Ja, ik weet het weer. Ik zit aan Loki te denken om gewoon te zeggen Ayupatu. Echt? Maar ja, Swablu? Moet ik Pokémon verliezen voor een klote Swablu? Wow, wat een haat naar mijn Swablu. Oké, dit klopt. Ja, ik heb echt geen zin in. Gaat ze zingen en kijk ons mooie zingetje. Ons mooie. Ik had niet zoveel last van zingen, maar ik was ook sneller, dus dat hielp ook wel. Ja, en jouw half team is niet tegen flying. Oeh, dat is goed om te weten. Hij heeft trouwens niet eens een flying aanval. Kom je nu mee? Probeer als hij wel een flying aanval hebt, dan word ik echt boos op je. Nee, volgens mij heeft hij Astonish, Sing, Fury Attack en nog eentje. Ook geen one-hit KO, maar ik ben wel eerst. Ah, dat is nog steek. Ik kan beter één uitschakelen trouwens. Dat is één kans minder op sleep. En sleep is 50% accuracy, toch? Of laag in ieder geval. Dat durf ik echt niet te zeggen. Maar ga iemand anders Fury attacken? Ik ga jou toch ook een Fury attacken? Ik doe Kikadrain. Dat is geen Fury attack. Dat is waar. Nou, ze hebben in ieder geval een keer allemaal geen fucking zing gedaan. Ik kan ook Crash Whistle doen, maar je zult zien dat bij mij dan allemaal straks weer niet werkt. Dat zijn van die dingen, je moet gewoon een beetje geloven in jezelf, Sandring. Ja, ik geloof wel in mezelf, maar ik geloof niet in de Swablu. Of in de in Tori. Smellerby! Zal ik hem lead cheaten? Zit er wel een timer op. Fuck it. Ik kan hem ook grass whistelen trouwens. Yo, dat werkt. You do be sleeping.
woke up? Ik wil niet dat hij woke in dat ding. Hij is wel woke. Ja, dat blijkt wel weer. Wat is de game traag ineens trouwens? Als je de hele tijd de snelheid speelt, dan is het ineens heel traging. Oh, al die trainers hier, joh. Je wordt er hartstikke mieuw van. Hé, hey, weet je, nice. Het heeft me 3 jaar gekost. Maar je hebt hem wel. Maar ik heb nu wel een backup voor mocht Tornado ooit doodgaan. Precies. Ja, weet je nog dat ik zei dat ik experience share ging uitzetten? Vergeet dat. Goed. Ja, nu is iedereen overleveld. Ja. Ik doe wel... Junior. Nee, ik doe wel gewoon Zeus. Nee, ik doe wel Zeus Junior. Dan weet ik dat het van Zeus Junior high komt. Anders dan denk ik, waarom noem ik deze Zeus? Hij is toch helemaal geen god? Mm-hmm. Maar Zeus Junior heeft van die vleugels. Wow. Ik had hem ook Red Bull kunnen noemen in dat geval, maar... die heeft ook van die vleugels. Die geef je zelfs vleugels. Heel goed. Dus eigenlijk is dat voor een Pokémon die geen vleugels heeft, maar die moet nog vleugels krijgen. Ja, dus een bacon. Ja. Bacon, bedoel ik, bacon. Nou ja, maar weet je ook. We hebben die chain hunting ook nooit meer gedaan na de eerste keer trouwens. Nee, want... Maar dat is nu ook niet meer zo heel zelfstandig. Of verstandig. Zelfstandig. Dat is niet heel zelfstandig, hè? Nee! Hou op met me, ik wil geen trainer meer. Wat ik wel wil is... Zo. Dat doe ik normaal nooit. Maar ik wil niet overleggen zijn dat ik de helft van mijn Pokémon niet mag gebruiken. Oh, oh, deze man is een maniac en hij is Steve. Nou, dan is het niet dezelfde Steve als in Zoom 11, want die heeft niks gedaan. Mm-hmm. Oeh, dit is lastig. Ga ik voor Magnitude, omdat hij steel is? Of ga ik voor Fire, omdat hij steel is? Sorry, dat is inderdaad wel de vraag. Dat is wel flauw. Oh, Sturdy, jongen. God, Sturdy. Ik heb toch ook geen Sturdy? Oh, die had ik wel mogen hebben trouwens. Nu ik dat zo zie. Deze gast is helemaal gek. Hij gaat me killen, joh. Killing Rain. Oh. Killing Rain. Ja, inderdaad. Maat. Shiny Soul heeft deze gast maar één Pokémon, anders raak ik Torch kwijt. Okay. Of ik switch hem gewoon, dat kan ook. Dat is niet leuk. Ik wou echt dat we Fly hadden. Bijna. Elke keer lopen. Oeh, oeh, bijna die dubbel battle ingelopen. Ik ben echt helemaal gestoord geweest. Nou ben ik nog steeds. Ja. Yo, die achtergrond van die cave ziet er wel vet uit. Eens. Ik vind de cave zo... Waar je nu staat vind ik niet per se heel mooi ofzo, maar als battle animatie wel. Of achtergrond natuurlijk. Dat is wel cool, dat is wel cool. Zit daar nou ook weer een Dwebble, dan zul je zien dat ik daar straks ook weer een Dwebble krijg. En jij een Noibat. Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar ook veel Zubats, dus ik hoop oprecht wel een beetje voor de Zubat. Ja, dat hoop ik ook wel. Zubat, man. Missing the Leaf trouwens. Missing the Leaf. Dat vind ik heel lief van hem. Ik dacht wel nus. Nee, ik doe wel een lock. Een nuslock. Oh nee, een cage lock.
Ik denk dat we de aflevering gaan beëindigen, Standering. Dat is prima. Ja? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.